Goed, Kelvin, goedemiddag. Het is weer een feest. Hey, yo, alles goed? Nou! Kijk, hé hoor. Kijk hoe groot deze is. Veel groter dan die. Is dit jonger dan. Ja. Echt? Echt een dikke, hè? Zware, zware bollen. Hey. Oh, pas op. Leuk dat jullie kijken naar een video. Mijn naam is Kelvin. En dit is Senna. Senna is de legend van 100.000. Hoe voelt het nou om 100.000 abonnees te hebben? Vet goed. Ja? Ja. Senna, weet je wat we gaan doen vandaag? Nou. Weet je het? Nee. Oké, nou, dan hebben we een probleem. Besef. Ja, kun je even door mijn verhaal heen anders zo. Ik had een interessant besefmoment. Wij hebben natuurlijk wel vaker video's samen gemaakt. En er is één video, die is een miljoen keer bekeken. Heb je enig idee welke dat is? Daar kwam ik laatst achter. Ik dacht, hè? Hoezo hebben een miljoen mensen dit gezien? Ik heb geen idee. Niet met die eieren. Ik moet geen eieren opeten. Ja, misschien wel. Ik zei toch, neem oude kleren mee. Dit is toch een grapje. Waarschijnlijk ook gesponsord. Oké, dan ga ik voor de eieren. Nee. Ik kan naar geen. Nee? Nee. Zal ik het je laten zien? Stel jezelf trouwens even voor. Go! Ik ben Senna. Ik ben dankjewel. En hier zit je moeder en je broer. Kijk, deze video. Wacht, waar is die? Oh, echt? Ja! Dat was letterlijk gewoon leeftijden van mensen. Ja. Gewoon het meest easy ever. Later. Kijk, over een paar jaar word je natuurlijk gewoon een volwaardig mens. En dan ben ik ook zo'n oude motherfucker. En dan kunnen we terugkijken naar deze video's. Jezus, dat toch grappig zijn? Ja. We gaan een vervolg maken op leeftijden raden van YouTubers. Maar niet alleen YouTubers, we gaan leeftijden raden van bekende mensen. Goed uitgelegd. Ook van andere land? Ik wou zeggen andere wereld. Land! Nee, maar ook van andere land. Gewoon bekende Nederland. Mensen die jij misschien kent en ik er niet. Of andersom, of die we allebei kennen. Wel grotendeels YouTubers, want ja, we moeten toch een beetje in het YouTube-sfeertje blijven. Maar ik dacht, laten we het gewoon wat breder proberen te trekken. Okay. Degene die de meeste goed heeft... Ja, die heeft gewonnen. Die heeft goed. Ja. Het concept is als volgt, we zien een foto van iemand, dan moeten wij raden hoe oud die persoon is. En degene die het dichtst erbij zit, die krijgt een punt. En als je hem exact goed hebt... En wat als we hem alle twee goed hebben? Dan krijgen we allebei een punt. En, maar als je hem exact goed hebt, dan krijg je 80 punten. 80 punten? Ja, maar dan... Nee, oké, 2 punten. Ben je klaar voor? Ja. Ben je ready? Ja! Hoe oud is de bekendste bioloog van Nederland, Freek Vonk? Wat is dit? Oh, zag je dat? Hoezo? Je bent toch fan van Freek Vonk? Nee. Waarom niet? Ja, Freek is toch hard? Ja, Freek Vonk. Zag je dat? Oké, we moeten iets zeggen. Ik weet iets. Oeh. Ik ga het gewoon noemen. Fuck it. Ja. Ik weet niet of ik te jong of te oud zit. Nee, dat weet je. Ja, dat is een beetje het idee van het hele spel. Ja, oké. Oké, okay, zeg het. Ja, 3, 2, 1. 33! Ja, ik denk hij ziet er best wel jong uit, maar ik denk dat hij best wel oud is. Oké, jij denkt 40, ik denk 33. Ja. Ja, ja hoor! 35! Lekker. Boys, hey. Dit is wel de categorie, ze had ook 40 kunnen zijn. Ja. Maar goed, ik zeg het alleen maar om jou een fijne gevoel te geven, want ik heb een punt. Boy. Oké, hoe oud is de Duitse tweeling? Oh, Lisa Lena, kijk, ik weet het niet. I don't know why everyone says that people on Musical.ly have no talent. Tijd voor de eerste Musical.ly, mensen. Dat, weet je dat? Ik weet het niet. Helemaal hype. Ik wist het wel, maar ik weet niet of het nog steeds zo is. Het is vaak zo met leeftijden, hè? Op een gegeven moment verandert dat. Ja. Elk jaar om precies te zijn. Oké, we gaan het gewoon zeggen, ja? 3. 2, 1, 16. 17. Kijk, ze waren dus 16, maar volgens mij waren ze laatst jarig, dus daarom dacht ik 17. We gaan kijken. Ja! Ja! Ja, dat is echt eerlijk! In juni 2002. En het is nu? 2018, dus zijn ze, dan worden ze dit jaar. Hoe oud ben je dan? 16. Ja. Ja. Nou. Hoe dan? Oh, maar je hebt nu 2 punten! Ja. Oh ja, ik heb 3. Nee. Dat is wel lekker. Hé, maar deze zat erin voor jou, omdat jij bent van die generatie. Ja, ik had gewoon voor mijn eerste gevoel moeten gaan. Het kan ook. Jouw eerste gevoel was 16. Altijd voor je eerste gevoel gaan. Hoe oud is dit Amerikaanse engeltje? Oh. Kourtney Kardashian. Ik heb geen idee wie dit überhaupt is. Ik weet dat de Kardashians bestaan, maar ik weet niet wie Kourtney is. Ik weet het hele rijtje, hè? Zeg het. Eerst Kourtney, daarna Khloe, daarna Kim, daarna Kendall, daarna Kylie. Oké. Kylie Jenner en is zit er ook bij, hè? Ja. Okay, wat goed van jou. Lekker. Oh, dit is trouwens heel dom dat ik dit heb gezegd. Ja, waarom, ja, dankjewel. Oh mijn god. Wacht. Oké, we moeten nu iets zeggen. 3, 2, 1. 42. De Kardashians zijn best wel jong, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ik heb een punt! Yes! Je had hem ook bijna op de... Ja, maar 39 is echt gewoon sowieso een rot getal. Wees even blij dat je punt hebt, hé. Je gaat meteen het universum tegenspreken. Je hebt een punt! Lekker, Senna! Netjes! Ik sta nog wel steeds 2 punten achter. Hoe oud is de beste DJ van de wereld? Martin Garrix! Martijn! Teringleier! Oeh, die is best wel moeilijk. Ja, hij is niet makkelijk.
Zo, wordt hier een vals gespeeld. Zijn ze dat opzoeken, hè, die smeerlap? Je wel sowieso. Oké, gaan we? 3, 2, 1. 20. Ik denk, zo'n gast kan nooit altijd blijven. Of hij is 18 of hij is 19. Nee! Ja, wij zijn allebei even oud. Dat had ik eigenlijk moeten weten. Kijk waar hij is en kijk waar ik ben. Helemaal nergens. Oké, het staat 4-1. Je kan nog terugkomen. De beste kickbokser van de wereld, Rico Verhoeven. Ja, maar dit weet ik dus echt oprecht echt niet. Dan moet je gewoon een gokkie jagen. Gokkie, even een gokkie. Oké. Ja? Oké, 3, 2, 1, 30. Ik denk 30. Ja, maar ja, ik weet niet eigenlijk. Oeh. Stop, ik mooi. Oké, het staat 6-1. 5-1. 5-1, alsnog goed. Nee. Wel 5-1. Hoezo, nee. Ja, oké, wel. 5-1. Wie is dit? Sterrenkoning, die ken ik wel. Wie is dit? Ik weet niet hoe oud ze is. Wie is dit? Ik weet wel hoe oud ze is. Lekker voor je. Wie is dit überhaupt? Als ik deze fout heb, is het echt eigenlijk heel erg. Maar ja. Oké, maakt niet uit. Yes. 3. 2, 1, 16. 18. Ja, oké. Ze zou letterlijk gewoon zo'n jonge moeder kunnen zijn. Nou. Dat komt ook door de foto, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Lekker! Nee! Kom op! Ja, maar ik wist niet eens wie dit was. Ja, dat is. Hij telt niet. Nee. Ja, wat kan ik zeggen, weet je wel. 5-2. Het staat 5-3 zelfs. Echt? Ja, Ik heb drie punten. Lekker! Oké, Bassie. Ja hoor, Adriaan! Hallo vriendjes! Oké, Bassie en Adriaan? Ja, maar moet ik ze alle twee weten? Nee, alleen Adriaan van Bassie en Adriaan. Wie is Adriaan van Bassie en Adriaan? Ga ik niet zeggen, Deze is... Ik ga niet zeggen. Broer, nee, niet Adriaan zeggen! Van... Niet zeggen, vrienden! Dit is Adriaan. Want hij is al dood. Ja. Hoe oud ze nu zijn, dus niet op deze foto, maar hoe oud hij nu is. 3, 2... 78. Ik heb eigenlijk best jong gedaan. Nee, maar misschien heb je het wel goed. Je moet altijd bij je eerste gevoel blijven. En dit is Bassie. Nee. 78, zeg ik. Jij zegt 67. Staat 6. 3. Vriend. Oké. Oh. Deze weet ik oprecht niet. Onze grote vriend, Jorik Scholten. Hoe oud is deze guy? We kennen hem allebei, ik ken bijna al zijn liedjes. En dan alsnog weet je niet eens hoe oud deze guy is. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1, 22. Wat een oude man is dit? Ja. Nou, nah, oude man, ik wil nog wel blijven leven. Ja. Hey, maar het staat inmiddels wat? 7-3. Oh, niet. Jawel. Het stond net 5-3 en toen had ik Bassie goed. Of toen had ik Adriaan goed, nu heb ik deze ook goed. 7. Het stond 5. Gaan we zullen op 5? Ja, dit is het dus 6. Nee! Volgens mij, voor mij is het 7. Maar omdat jij het bent en omdat je wat jaartje jonger bent, zag ik dat. Ja, een jaartje jonger ben. Wie is dit? Ken je die? Ja, ik ken deze. Ja, maar dit is niet. Ken je hier. Paris Hilton niet? Is het van Instagram of zo? Paris Hilton. That is Earth. That is her. Ja, maar zij kan 33 zijn, maar ze kan ook 16 zijn. Nou, niet 16. Ik ga je een hint geven, ze is wel al iets ouder. Oh, ouder dan 33? Dat ga ik niet zeggen. Nee. Wow. We gaan er gewoon kiezen, ja? 3, 2, 1, 38. Oh nee, ik denk dat jij er dichterbij zit. Yes! Of nee, toch niet? Nee, dit is ja, niet ja! Yes! Spijt me dat ik zo tanto goed ben in dit spel. Dat is niet waar, ik had de vorige keer gewonnen. Hoeveel staat het? 7-3. Het staat eigenlijk 8, maar ja. Ik maak er even 7 van. Je weet niet wie zij is, hè? Ja. Ik weet wel wie Soendos is. Eiland praat, ik ben terug. Een soort van grappige vrouw, maar ook soms niet. Hoe ken jij haar dan? Ik dacht dat jij haar niet zou kennen. Expeditie. Oh ja, Expeditie. Ja, dan krijg je dat. Ik weet het, ik ga me wat zeggen. 3, 2, 1, 25. Een kind, hè? Ja, dan weet je. Dat kan toch? Je hebt een kind? Wel, ze heeft mijn kind. Oké, okay. We gaan het zien. Oké. Ik had het goed. Ik had 38. Waarom had ik niet 37 gehad? Hallo, het staat 7-4. Het gaat nou, steeds kleiner. Het gaat wel goed. Het gaat beter. Nee, joh. Niet hij. Rapper Shorts. Alles is mogelijk. Yeah. Yeah. Doe het niet na. Ik ben hier met Senna. Let's go. Rapper Shorts wil niet een video met mij maken. Echt? Het gaat gebeuren ooit. Alles is mogelijk. 3, 2, 1. 25. 36? Hij is dan niet al boven de 30? Hij is wel boven de 30. Oké, we gaan het zien. Zei ik 26? Nee, je zei 25. Zei ik 26 of 25? Hij zei 25. 25? Ja! Nee, ja. Nee, ik zei toch 26? Helemaal niet. Jawel! Replay! 25. Oké, volgens mij zei ik wel 25. Ja.
Nee, ik zei 26. Gozer, je zei 25. Oké, okay, Senna krijgt ook een punt. Ah! Yo Silvio, man. Yo Silvio, hé. Hey. Dat doet hij altijd zo. Westside. 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 Even een mooie Yo ogen Silvio. Zien. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1, 24. 20? 20? Jonger dan ik? Nou, ik weet het nu eigenlijk echt. Oké, okay, maakt niet uit. 26, ja. Dat bedoel ik. Hey, hey. Dit is gewoon echt niet meer leuk. Hey, niet meer leuk. Je moet even beter nadenken. Ik weet gewoon maar geen één hoe oud ze zijn. Jawel, hier is het net. Ja. Eén keer. Ja, oké, twee keer. Vier keer. Oké. Peter Pannenkoek. Okay, Peter ik ken zijn gezicht wel, maar ik, voor de rest weet ik echt niet meer. Over zwerfhonden gesproken, Erland Galjaar. Hoe staat het? 9-5. Ja, ik heb al 9. Ik wil ook best terugzakken naar 8 hoor. Ik bedoel 25. Oké, okay, ik ga terug naar 8. Echt? Ja, tuurlijk. Ja, ik moet een klein beetje spannend houden. Terwijl het eigenlijk al 8-5 stond. Kijk even goed naar zijn kop. Kijk even naar die kop van hem. Ja, hij heeft een pannenkoek. Oké. Nee, Ik zag het niet. Ik heb hem niet gelezen, G, maar ik moest even kijken hoeveel er nog kwamen. Dit is de allerlaatste. Oké. Okay. Het stelt wel voor meer 1000 punten. Oh, dit is niet leuk. Ja, maar ik weet niet hoe oud hij is. Ja. Kijk nog even een keer goed naar hem. Ja, even kijken. Kijk even een keer goed. Rare vingers heeft. Ja, hij heeft echt een vreemd middelvingertje. Ja. Je mag in overleg met je familie. Jongens, hoe oud is ze? Hoe heet die Peter Pannenkoek? Peter Pannenkoek is denk ik... Hoeveel? Nee, jongen. Ja, echt zo? Jongen. Als hij fout is, dan is het niet mijn schuld. Nee, oké, okay, we gaan het gelijk zeggen. En als ik het zelf zeg, verander ik, ga ik één naar boven of naar beneden. Ja? Oké. Okay. Oké, zeg 3, 2, 1, 34! Oh, 34. Ik zeg 34 en 35. Ik denk wel dat één van ons het goed heeft. Voordat we doorgaan naar het eindoordeel, wil ik jullie vragen om even te abonneren op mij en ook op Senna. Want ja, wij zijn de toekomst. Wil je ook onderdeel uitmaken van de toekomst? Abonneer even op mij, abonneer even op Senna. Love. Oké, okay, we gaan ervoor, ja? Oké. Okay. 3, 2, 1. 32 jaar, ik... Ja, hoor! Ja, nee! Ja! Gewoon mannen. Lekker gedaan, toch netjes. Wauw, dit is netjes. Ik heb gewonnen vandaag. Het is aan jou om de volgende keer weer een challenge te bedenken waar jij goed in bent. Maar ik denk, ik was er ook wel. Nee, ik was er echt niet goed in, maar... Doei!